De komende maanden neem ik jullie mee in de zoektocht naar mijn droomauto. Iedereen heeft wel een ideaal wat dat betreft. Wat voor auto wil je ooit kunnen gaan kopen? Maar het doel moet wel realistisch zijn. Het moet een doel zijn wat haalbaar is. Geen Bentley of een Ferrari van een miljoen. Dat is niet haalbaar en daar kun je alleen maar van blijven dromen. Maar ik heb ook persoonlijk natuurlijk een ideaal beeld van mijn perfecte auto die ik binnenkort wil gaan kopen. De komende maanden neem ik jullie mee in deze zoektocht naar mijn ideale droomauto. Die ik dus daadwerkelijk ook in deze serie uiteindelijk aan ga schaffen. En jullie gaan ook kijken naar andere YouTubers en bekende mensen met dikke bakken. Die mij proberen te overtuigen waarom ik voor hun merk zou moeten gaan. Follow me in deze journey naar mijn ideale droomauto. This is a man's world. Welkom bij de eerste aflevering. Maar we hadden een takherrie, hè? Na een flinke wasbeurt moet hij toch ook eventjes worden gedroogd, de auto. Zo één keer per maand haal ik mijn BMW 1-serie even door de wasstraat. Op dit moment is ons gezin in het bezit van twee auto's. Wendy rijdt in een Nissan Pixo uit 2009 met nog geen 70.000 kilometer op de teller. De 1 liter 3 cilinder rijdt niet super snel, maar is wel super praktisch met elektrische ramen, airco en alles erop en eraan. Zelf rijd ik in een BMW 1-serie 1.6 uit 2006 die ik vorig jaar in augustus aan heb geschaft. De auto heeft net over de 100.000 kilometer gelopen en heeft eigenlijk alle opties die je wel kunt hebben rond dat bouwjaar. Elektrische ramen voor, helaas niet achter, airco en alles verder erop en eraan. Om mezelf zo breed mogelijk te oriënteren ga ik in deze serie ook op zoek bij verschillende soorten YouTubers en bekende Nederlanders met verschillende soorten auto's. Het kan zijn een Fiat Panda, het kan zijn een Ferrari. In de eerste aflevering ging ik op bezoek bij Dylan Pace. Hey kijkers van Dylan Pace. Vandaag heb ik een andere soort video dan normaal. Dit is voor mij wel echt een mijlpaal en iets waar ik gewoon super blij en trots op ben. Sinds ik al iets van 14 ben, droomde ik er al van om net als mijn ouders gewoon achter het stuur te zitten. En kreeg ik gewoon een beetje zo'n typisch jongensgevoel als je een mooie auto ziet. Dat je er helemaal hyped van kunt worden. En vandaag, dankzij jullie, heb ik mijn droom waargemaakt. Daar is hij dan. Hey. Dylan Pace met zijn Mercedes. Yes. A-klasse. A-klasse. Dit is in de Mercedes A-klasse van Dylan Pace. Ja. YouTuber met trouwens, hoeveel abonnees ben je inmiddels? 330.000. 330.000 gewoon. En een van de jongste YouTubers, denk ik, in Nederland met een hele dikke Mercedes. Onze reet, om het plat te zeggen, toch? Ja. Volgens mij ben ik best wel het jongste ook. Ja, je bent 18. Net 18, ja, december 18. En toen kocht je eigenlijk meteen deze. Je hebt hem sinds december, hè? Ik heb hem ook gekocht toen ik nog 17 was. Ik kon echt niet meer wachten. Moest ik wachten voor de deur tot ik in mocht rijden. En wat was voor jou de reden om voor Mercedes te gaan? Ja, ik heb heel veel verschillende auto's bekeken, ja. Maar uiteindelijk ook mijn vader heeft een Audi, ja. En ik weet niet, op een of andere manier ben ik een beetje die kant op gegaan van de wat BMW, Audi en Mercedes. Nee, de Duitse krachtjes. Ja, mijn vader zei ook van ja, dat is gewoon het beste qua ja, auto's en motoren, ja. langste levensduur, zeg maar. Ja. Ik ging ook nog kijken naar een Audi A1, maar die vond ik dan weer te klein. Ja, dat vind ik mijn vrouwenauto. Ja, dat is inderdaad ook wel waar. Mercedes A-klasse, alleen dan de sportpakketversie, AMG-versie. Dus niet met motorblok van AMG, maar verder is alles hetzelfde als AMG. Alle opties, zo noemen ze dat, ja.
qua interieur en exterieur. Rood gestaged bijvoorbeeld, alle banken zijn met rood. Ja, en semi-leer. Kermen fiber, ja, semi-leer buitenkant. De deuren. Grotere bumpers, al dat soort dingen. De drempel zag ik ook op Mercedes groot op. Of zit het bij alle versies, ja, weet je dat? Dat weet ik eigenlijk niet helemaal. In ieder geval aan de binnenkant is ook zo'n Mercedes-logo met licht erin. Ja, de carbon dashboard is zeg maar echt het... dingetje waar je tegen ziet en het sturen, de stitches. Je zit heel veel achter de auto. Kijk, de buitenkant kan wel heel mooi zijn, maar de binnenkant vind ik ook belangrijk. Ja, zeker weten. Want dat is eigenlijk wat je alleen maar ziet. Zie ik hier een zesbak ook en geen automaat. Overwogen automaat of niet? Ik heb er ook wel voor naar gekeken. Ja. Alleen mijn moeder zei voor de grap ook wel van... als je een automaat wil, dan moet je eerst even nog een half jaar in onze auto rijden. Want dat is handgeschakeld. Ja, dan dat je even... Zodat je het nog wel niet afleert, zeg maar. Ik heb het tweedehands gekocht, dus ik heb ook naar heel veel mogelijkheden gekeken. Nee, het is hier warm in de auto, we hebben het net over toevallig. Maar gelukkig heb je ook airco. Ja, gelukkig. Deze is full option. Hè? Je hebt ook stoelverwarming, zag ik hier. Ja, de knoppen. Ook stoelverwarming, helaas niet achter, maar ja, dat is... Nee, heb ik mijn BMW ook. Zijn echt, ik merk ook nu ik hier zit, mijn auto is er 2006, jouw is er 2013. Wel echt een verschil, maar ook weer, toch weer heel veel gelijkenis. Gewoon dat ze elkaar toch stiekem gewoon bij elkaar afkijken. En nou, te beginnen dan bijvoorbeeld, deze 2013, hij had toen 60.000 kilometer gelopen ongeveer. Ja, ja. Wat betaal je, en je hoeft echt niet helemaal eerlijk te zijn, ik bedoel niet helemaal te zeggen wat jij ervoor betaald hebt, maar wat betaal je ongeveer voor zo'n auto? Het ligt ook aan de kilometerstand, maar dan kan het tussen de, volgens mij... Tussen de tweedehands dan? Ja. Volgens mij tussen de 19 en de 26.000. Maar oké, nu ben jij 18, je bent straks 20, 21 jaar. En dan ga je ook kijken misschien voor anderen weer. Dit is het 2020, 2021, dan is deze ook weer 8 jaar oud. Wat denk je wat je volgende auto wordt? Ja, ik... Een beetje aan het kijken, of nog niet? Wel soms gewoon eventjes stiekem kijken van wat kan er van de toekomst leuk zijn. Nee, maar Mercedes... Vond ik altijd al super mooi. Ik wilde ook eerst een AMG-versie. Alleen qua pk en vermogen en zo kon ik dat niet hebben, want dan kon ik het niet verzekeren. En ik wilde wel mijn eigen jaar opbouwen, want anders vind ik het een beetje voor niks. Begin om te besturen, nog klopt. Een paar jaar natuurlijk. Ja. Ja. Dus de verzekering, die combinatie met 18 en zoveel pk, dat vinden ze allemaal niet goed. Ja. Maar ja, AMG lijkt me echt heel vet om ooit te hebben, maar dan... Een echte 300 pk. Zeg maar. Ja. Nu heb je een benzinemotor. Twijfel je om diesel? Ja, ik weet niet. Ik weet ook eigenlijk niet echt wat het verschil echt doet. Ja, ik weet dat het qua geluid een beetje verschil heeft en zo. Vroeger was het echt zo, benzine was snel en diesel was zuinig. En diesel maakte een pruttelgeluid en zo. Maar het is nu sinds een paar jaar is dat helemaal weg. Dus nu een diesel heb je hoort bijna het verschil bijna niet bij de topauto's. Want Enzo Knol heeft bijvoorbeeld ook zijn Porsche is ook gewoon een dieselauto. Net als tegenwoordig. Maar vroeger was het echt nou dan diesel. Nee, je moet benzine. Maar het is tegenwoordig komt bijna iedereen diesel, ook als je veel rijdt. En ik ben ook dus aan het kijken, ik ga ook heel erg twijfelen, het gaat ook om hoeveel kilometers je rijdt. Ja, jij hebt daar nog niet over nagedacht. Ik heb er eigenlijk niet echt over nagedacht, het is meer gewoon benzine, oké, let's go. Ja, let's go. Benzine. Ben jij technisch dat je zelf ook je auto echt onderhoudt of is het gewoon... ik ben het niet, hè? Dus, qua schoonmaken wel, maar ben je er eigenlijk echt totaal niet. Dus je weet niet of het nou waar de koppakking zit, maar ik heb het ook, ik weet er wel wat van, maar ik bedoel, als mijn auto het is, breng ik hem altijd weg. Ja, zeker. Maar jij sleutelt er zelf dus niet aan. Nee, daar zit ik echt niet aan, dat durf ik eigenlijk ook niet. Dus dan sloop ik wat, dan is weer mijn eigen scheelt, heb ik weer zoveel pech. Nou, dan gaan we even een klein stukje rijden en dan ga ik kijken, als ik naast zit, jij rijdt gewoon, ga ik kijken of ik hem net zo lekker vind rijden, als bijrijder, als mijn eigen BMW. Voor mensen die het afvragen, rijden in Almere natuurlijk gewoon, want daar heb je heel veel natuur schoon en zo, toch? Ja. Echt Almere zie je gewoon, hè? Ben jij normaal? Nee, ik valt echt heel erg mee. Best wel normaal. Ja, ik hou er ook niet van hoe mensen altijd gaan drukken op iedereen. Nee, bumperkleven. Ja, dat haat ik echt. Ik doe dat ook nooit. Ik geef altijd gewoon ruimte. Ik vind het ook altijd zo veilig bij mij in de auto. Ja. En het beste gevoel is als mensen bij je in de auto durven te slapen. Dus dat is zo erg vertrouwen. Dat is een slaap van. Ja. In de volgende aflevering van My Dream Car bezoek ik weer een YouTuber met een toffe auto. Ook doe ik een bezoekje aan de dealer waar mijn BMW nu in onderhoud is, Ecris Lelystad. En daar loop ik al tegen een aantal toffe auto's aan en ik ben heel erg geïnteresseerd in de BMW 3-serie. Tot de volgende keer.